Maandag 7 februari is de Raad akkoord gegaan met de verkoop van de centrale antenneinrichting in Albrandswaard. De partijen ChristenUnie, SGP, VVD en PvdA waren fel tegen. En ik vind dat het de burgers van Albrandswaard duidelijk moet zijn wie waar staat. Ik heb dat de fracties van EVA en NAP gevraagd. Daar is een antwoord op gekomen en ik heb toen gezegd, ik zie uw amendementen tegemoet. Waarin die voorwaarden die uw kiezers beloofd heeft ook in het besluit versleuteld. Dat is niet gekomen, dus dan neem ik de vrijheid om die zelf maar in te dienen. Ingediend door de PvdA, het conceptbesluit als volgt te wijzigen. Onder punt 2 na uit te werken, toe te voegen onder de volgende voorwaarden. Binnen 2 jaar na verkoop krijgen alle woningen en bedrijven een gratis glasvezelaansluiting. De huidige tarieven voor bestaande abonnees blijven de eerste 3 jaar op het huidige prijsspel. De gemeentelijke instellingen kunnen gebruik blijven maken van de verbindingen tegen een maximum van €10.000 per jaar. Er zo spoedig mogelijk nieuwe diensten worden geïntroduceerd. Voorts het conceptbesluit vervolgen met het eindresultaat. Gaat over tot de orde van de dag, getekend fractie van de Partij van de Arbeid. Voorzitter, nog een kleine toelichting als u me toestaat. Bij deze. De tekst is letterlijk overgenomen uit de advertentie van NAP en EVA als het gaat om wat ze hun kiezers hebben beloofd. Dus. Na verwoede pogingen van de ChristenUnie, SGP, PvdA en VVD om het besluit neer te sabelen, nam de raad toch het besluit aan met de kleinste meerderheid. Hans van der Graaf, fractievoorzitter van PvdA, is allerminst gelukkig met deze uitkomst. We hadden het liever gezien dat de gemeenteraad een ander besluit had genomen en had gekozen voor een netwerkvariant. Ik denk dat we dan de burgers beter hadden kunnen bedienen en meer zekerheid hadden kunnen geven dan met dit onderwerp. En ik vind het ook jammer dat een dergelijk onderwerp van zo'n importantie met zo'n klein verschil door de raad wordt gehaald. Mag ik uw eerste reactie op het raadsbesluit van deze avond? Nou, een fantastisch besluit. De steun had wat ruimer mogen zijn. Maar Albrandswaard is op weg naar de verkoop van de kabel, van de kaai. Onder goede voorwaarden, dus in ieder geval kijk ik daar met genoeg op terug. We gaan natuurlijk met de raad de criteria vaststellen waaraan de verkoop moet voldoen. We proberen natuurlijk zoveel mogelijk het goede te houden. Dat is mensen die het analoog pakket hebben tegen een bepaalde prijs, dat ze dat ook in een nieuwe opzet kunnen behouden. Voor anderen is er keuze uit verglazing wanneer ze dat tot in hun huiskamer willen hebben. Ondernemers kunnen over heel snel internet beschikken waar ze grote bestanden kunnen uploaden. Ik denk dat voor de gemeente, en dat zijn natuurlijk uiteindelijk ook de burgers die daar belang bij hebben, zijn we af van een aantal risico's die onze resultaten onder druk zetten en onze middelen die beperkt zijn, financiële middelen, vastleggen in een kabelnetwerk. Dat kunnen we nu voor maatschappelijke doeleinden gaan gebruiken en voor versterking van het weerstandsvermogen van de gemeente. Dus ik denk uiteindelijk als we straks de onderhandelingen succesvol hebben afgerond, dat er sprake is van veel winnaars. Als we echt overgaan tot het verkopen van de kaai aan een marktpartij en een monopolist, ja, dan zullen ze toch gehouden zijn aan het aanbod van die aanbieder. En geen keuze meer hebben in iets anders. En ik verwacht zelf dat dat uiteindelijk ook zal leiden tot geen verglazing in de eerstkomende 10 jaar. Aan het einde van het debat diende de VVD-fractie nog een motie van wantrouwen in tegen wethouder Bert Euser, omdat hij de raad onvolledig en onjuist zou hebben geïnformeerd. De motie werd met alleen stemmen van de ChristenUnie, SGP en VVD verworpen. Ach, dat moet blijkbaar bij het spel horen. Dan maak ik niet te veel woorden aan vuil. Daar moet iedereen maar meedoen wat hij denkt dat goed is.